Volgens mij is alsof ze mijn keel op slot draaien. Als ik benauwd ben, ben ik bang dat ik stik. Ik denk soms dat ik dood ga. Astma is alleen maar vervelend. Astma is erger dan u denkt. Want astma maakt je benauwd. Zo erg dat je bijna geen lucht meer kunt krijgen. En zonder die lucht kan geen mens leven. Voor een kind is astma een verschrikking. We hebben aan kinderen gevraagd om dat astmagevoel te tekenen. Hoe ziet zo'n benauwde wereld er dan uit? Dat ziet er zo uit. Griezelig en onheilspellend. Opgeblazen longen. Bijtende buiken. Een vriendinnetje, die vraagt aan jou, astma, wat is dat eigenlijk? Legt hem of haar eens uit. Ja. Dat je kan niet zo goed meer ademen en dan voel je je erg rottig. En slijm komt heel veel in je adembuis en dan ga je piepen. Soms doen kinderen anders tegen je omdat je astma hebt. Wat doe je dan of wat zeg je dan? Nou, ik denk dat ik zou vragen waarom die zo deed. Want ik vind niet een reden waarom iemand je dan niet aardig moet vinden. En ja, wat ik doe, ik denk dat ik probeer uit te leggen als die, want er zit toch heel veel onbegrip in. Dan. Astma is erger dan je denkt. Voor kinderen die het hebben is het natuurlijk erg, maar denk ook eens aan het gezin. Want astma isoleert je. Iedereen moet immers rekening met je benauwdheid houden en dat is lastig. Roken mag niet en huisdieren kun je vaak ook wel vergeten. Wat kinderen over astma zeggen? Astma is boos. Astma is benauwd in het donker. Als ik benauwd ben, ben ik bang dat ik stik. Astma is dat ik vaak benauwd ben. Aan de behandeling van astma wordt veel aandacht besteed. Daarbij is training heel belangrijk. Die training is erop gericht dat je astma-aanvallen kunt overwinnen. Niet door lijdelijk stilzitten, maar door er actief mee bezig te zijn. Dit is de dokter. Astma is erger dan je denkt. En niemand heeft precies dezelfde astma als een ander. Het is soms heel lastig om maatregelen te nemen die echt helpen. Gelukkig worden de medicijnen tegen astma steeds beter. Die middelen moet je inhaleren. En dat moet je goed leren. Daarom is er naast duur wetenschappelijk onderzoek om astma op te lossen ook geld nodig voor goede instructiefilmpjes bijvoorbeeld. Astma is erger dan u denkt. En kinderen zijn natuurlijk niet de enigen die er de dupe van zijn. Ook volwassenen worden erdoor getroffen. Alleen al in Nederland lijden er 1,5 miljoen mensen aan de gevolgen van ziekte van de luchtwegen. We noemen dat CARA, een afkorting voor astma, chronische bronchitis en longemfyseem. Wetenschappelijke woorden voor veel lijden en benauwdheid. Deze week is de Astmafonds collecte. Astma is erger dan u denkt. Astma is erger dan u denkt. Gelukkig hoeft niemand dat te nemen. Want nu kunnen we geven.